Yo, what's up guys van NNN, welkom terug bij zo goed als de allerlaatste part van Assassin's Creed 3 ooit op mijn kanaal. Want meer kan ik gewoon niet doen in de game. Zoals jullie weten zijn we al een pittig lange tijd bezig met de Road to Platinum serie. En we gaan er ditmaal een einde aan maken. We spelen dus online de multiplayer van Assassin's Creed 3 en we spelen de game mode Wolves, laat het zo zeggen. In het Nederlands is. We gaan wolven, oftewel jagen op elkaar. En wat dit inhoudt, ik ga nu gewoon eventjes een random lobby zoeken met openbare servers, zodat er gewoon random mensen kunnen joinen. Maar wat het inhoudt, wacht, ik ga terug. Ik wil nog eventjes iets aanpassen. Wat het inhoudt, je gaat met drie andere mensen, dat je met z'n vieren bent. Krijg je targets van de computer en die moet je killen. En hoe mooier je kill en hoe stealthy je kill is, daar zijn je punten op gebaseerd. Dus je moet eigenlijk zo goed mogelijk killen en zo logisch mogelijk nadenken. En dan krijg je de beste resultaten. Dus dat gaan we doen deze part. En ik ben level 19 en ik moet tot 20. Dus dat is het enige wat we gaan doen. En ja, we hebben er zin aan, hè. Ik ga even nu mijn assassin upgraden. Kijk, ik kan het primaire wapen kan ik upgraden naar 2 haken. Kijk, van 1 en naar 2. Dus die kopen we even. Het is maar 300. Zo. En daarnaast kan ik deze ook aanpassen. Dit is ook een goede assassin waar ik vrij veel mee speel. Misschien kan ik het hier laten zien. Ja, kijk, zie je? Naar rechts beneden. Daar staat dat ik nog maar 5000 nodig heb. Nou, dat is echt zo gehaald in deze game mode. Vooral omdat ik nu weet wat ik moet doen. Dus ik echt vrij snel heel veel kills maak. En dan bereiken we level 20 en krijgen we de platinum. Waarschijnlijk midden in een multiplayer potje, dus dan ga ik opeens stilstaan en gewoon random stoppen, want dan heb ik toch het niet meer nodig. En ik ben nu een fucking domme assassin, dat is stom. Zit ik te upgraden, ben ik een stomme chick. Ik kan nou staan. Ik heb een wapen. Nou, die chick die zal ook wel goed zijn. We kunnen waarschijnlijk toch 2 potjes spelen. Platinum of niet, we gaan gewoon 2 potjes spelen en dan heb ik straks weer een andere assassin. Maar ik had er eigenlijk verbazingwekkend veel lol weer in, na het lang niet gespeeld te hebben. Wat je dus hebt, je krijgt targets van de computer en jij moet het zo mooi mogelijk killen. Je gaat dus eigenlijk gewoon je radar achterna die onder in beeld staat en dan ga je leuk doen. Zo, even natrappen, daar krijg je ook puntjes voor. Maar deze part zal ik niet al te veel praten, natuurlijk alleen op het einde weer. Maar ik ga gewoon focussen op de gameplay. En jullie zien wel hoe ik dit behaal. Nou, dat viel nog best mee qua punten. En kijk, er staat een sequentiebalk die staat boven in beeld. Voor de mensen die nog nooit Wolf hebben gespeeld. Ja, hoe verder en hoe beter je team is, zeg maar. En hoe meer kills je maakt op een goede, skillvolle manier. Oh, dat is een burger, sorry. Ja, hoe verder je in de sequenties komt. Je hebt dus tijd. Dus het kan zijn dat het potje heel snel faalt, maar dat ligt dan vooral aan de teamgenoten. Het kan ook zijn dat het heel goed gaat. Ah, nou, was ik net te laat. Ik ben alleen maar aan het natrappen nu. Waar zijn mijn targets? Available? We zijn gewoon available. 30 seconds remaining. Ik heb het idee dat dit teampje niet zo goed is. We hebben nog maar 30 seconden in. Kill the extra target. Nou, dan kill ik wel gewoon hoor. Dan kill ik wel gewoon. Ik wilde nog eventjes dat hij hier langs dit groepje liep, want dan krijg je meer punten. Maar ik heb nu ook 500 punten, dus het boeit voor de rest niet echt. Ja, had je niet verwacht hè, dat ik daar opeens stond. Lekker roekeloos. Ik was lekker roekeloos. Fucking hell, gaat hij weer een burger doden hoor, terwijl je gewoon hierheen kan lopen. Remaining.
Het is echt een kut team. We komen niet eens verder dan fucking sequentie 6 gewoon. Wat een noobs bij elkaar. Nou, dan kan ik wel meteen mijn andere S6'en selecteren, zeg maar. Wat een domme kneuze. Wat je moet doen, je moet gewoon teamwork hebben. We zitten nu met een gast van level 3 en van level 9. Je moet gewoon... Ja, het gekke is, je praat niet met elkaar, maar je voelt het wel aan. Sommige mensen die spelen gewoon heel chill en dan loop je met z'n allen op die targets af en dan kill je tegelijk. Dan kill je dus synchroon. En dan krijg je de meeste punten. En als je het dan ook nog eens vanaf een dak doet, dat je allemaal tegelijk van een dak op iemands hoofd springt, ja, dan krijg je echt de meeste punten. Maar deze gasten, die werken totaal niet samen. Ik moest het eigenlijk een beetje achter iedereen aanrennen. Ja, en dat deden hun ook. Dus dan krijg je niet de beste resultaten. Ik ga ook maar een heel klein stukje omhoog, maar alsnog ga ik veel omhoog. Van zo'n slecht potje. Kun je nagaan als we nu een potje lekker spelen. Het volgende potje begint over ongeveer 20 seconden nu. Het is gek dat af en toe die SS'en er gewoon volledig niet bij staat. En dan moeten we wel voor deze gaan. Want die andere gast met die twee haken, die is nu niet eens beschikbaar gewoon. Het zal wel zijn dat die weer door een andere is gekozen. Maar we zitten dus weer... met dezelfde mensen. Dus het zal een walgelijk potje worden. Terwijl ik de hele tijd zo goed bezig ben. Maar ja, we zullen het zien. Wie weet worden ze opeens wakker en weten ze wat ze moeten doen. Op die rechter SS ziet er wel badass uit. Maar volgens mij heeft hij geen idee wat hij aan het doen is. Nou, dan gaan we ook nog eens op een hele rare map. Dit is echt een zweverige map. Midden in de Animus. Oké, we gaan naar ons eerste targetje toe. En ik zie dat die Indianenman meteen hetzelfde doet. Dat is wel niet echt fijn om te weten, want dat betekent dat iedereen achter elkaars kont aanrent en het totaal geen goede teamwork is. Oké, deze is mooi. Dat was en synchroon en niet doordacht. Dus dat is mooi. Dus natrappen. Mooie multikill. Meteen de sequentie 3. Ik zat laatst gewoon met zo'n goed team. We waren zo goed aan het samenspelen dat na één killreeks in de eerste ronde zaten we in sequentie 5. En toen al bijna in 6, dus dat ging gewoon heel lekker. Wat zijn ze nou aan het doen, joh? Nou, kom op, doe het een beetje tegelijk. Gaat hij een burger doden? Ja, nou word ik gestunt, dat is heel dom. Mijn poppetje ging een burger doden, terwijl ik gewoon hem kon killen. Oké, had je daar niet eerder achter kunnen komen, Circle? Ja, weet je wat het is als je online gaat spelen? Je kan goede mensen treffen die gewoon echt serieus ook een trofee willen hebben. Of je kan echt van die kneuzen treffen die elk potje aan het verpesten zijn. Ja, dat is nog eens. Dat ging lekker. Nou, dan ga ik wel even voor de extra tijd, want ik zie dat hun alleen maar achter mijn kont aanrennen. Wat een kneuze. Leuk hoor, dit. Oh ja, tuurlijk. En dan ook nog mijn kills jatten. Terwijl ik het een beetje voor extra punten wil doen. Het is echt stom, want het gaat om het teambelang. Hè? Hoe meer punten, hoe beter het team presteert. Maar nee, laten we voor eigen succes gaan. En gewoon achter iedereen aanrennen. Hier, gaat hij... Dude, je moet het niet zo doen. Heel irritant dit. Oké, nou, ik heb het idee dat als we zo doorgaan, het gewoon weer een fucking slecht potje wordt. Dan ga ik echt uit die lobby weg gewoon. En dan kunnen jullie zien dat je het niet altijd treft als je deze trofee wil halen. En hoeveel moeite ik er toch nog wel in heb moeten stoppen. Gewoon nog 10 seconden en kijk nou wat ze aan het fucken zijn. Jezus, wat een slecht teamwork. Nou, het ging net goed, maar we hebben nog maar 30 seconden voor een hele sequentie. Dat gaat ons nooit lukken. Maar dan ook echt nooit. Nu
Dude, je moet wachten op elkaar. Wat is hij nou aan het doen? Ja, dat was niet de bedoeling hoor, dat ik een burger vermoord. Ik wilde gewoon even natrappen. Wacht op elkaar, fucking hell, hé. Wat een domme kneus. En dan ren ik wel achter hem aan, want hun doen het ook niet. In plaats dat hun nu de andere kant op rennen, dan had je samen kunnen werken. Als hun nu de andere kant op rennen, dan ben je een beetje over de map verdeeld, zeg maar. En dan maak je meer kills. En ben je ook sneller bij het target. Maar goed, ze kunnen niet zo logisch nadenken. Het is ongelooflijk dat we deze sequence überhaupt nog reachen, want... 30 seconds remaining. Ja, nou word ik gestunt. Kom op, hey dude. Oh, wat slecht. Ja, dit zijn echt toppetjes, deze teamgenoten. Oh, wat erg. Hij laat hem ook gewoon rennen. Nou, nah, dit is echt ongelooflijk. Extra target killed, extra time. Het is echt ongelooflijk dat dit redden, steeds met die 10 seconden. Oh shit, het netwerk kan met technische problemen. Nou, gaat soepel. Stel, al halen we nu de platinum, dan ga ik nog een goed potje voor jullie zoeken. Bij een goed potje ben je gewoon 6 of 10 minuten lang echt non-stop aan het killen. Dat is ook gewoon leuk om te kijken. En ja, dit is eigenlijk leuk om te kijken gewoon voor leedvermaak. Vermaak, om maar vermaak. Want het zijn echt cirkels. Het zijn echt cirkels. Helaas. Ik ben in ieder geval wel nu mijn toppie assassin. Ik heb het pak van Connor zelfs aan en ik heb gewoon 2 haken als wapen. En het ziet ernaar uit dat hun ook wel badass zijn. Kijk maar, geüpgrade outfits en gewoon goede spelers qua rank. Dus we zullen het zien of het wat gaat worden deze part. En mijn stoel die kraakt als een gek, sorry, maar ik moest even verzitten. Ik lig al meteen op mijn buik, gaat goed. Oké, daar gaan we. Het sneeuwt een beetje. Een beetje winterstijltje, past goed bij elkaar. Oké, wachten tot je synchroon bent. En aanvallen. Huppakee, kijk. Multikill keer 4, dat is hoe je het doet. En de mol is nu ook gedood. Hoor eens, triple multikill. Dat is hoe het hoort, jongens. 450. New targets available. Het is eigenlijk wel goed dat jullie dit zien, deze port. Hoe slecht je het kan treffen met mensen. Ja, dat is even een lekker multikilletje, hè? Oh, wauw. Nou, die pakt gewoon mijn kill, maar het maakt het niet uit, want je bent er toch samen aan het werken. New targets available. Available. Die vrouw praat ook zo lekker sexy. Altijd die robotstem. Kijk, wat je soms ook kan doen is gewoon een beetje aanvoelen of die ander al bij zijn target is. Want op het moment dat je synchroon killt, dus hij zijn eigen target en ik mijn target, dan krijg je de meeste punten. Oh, het is down hier. Oh, tuurlijk. Ja, jat het even. Dan trap ik wel weer na, hoor. Ik wel weer de eer. Huppakee. Synchroon.
Gaat helemaal daar in die mafkees. Oh, hij wordt al achtervolgd. Nou, dan doe ik wel weer natrappen. Huppakee, op je hoofdie. Plus 50 erbij. En nou voor die extra seconde. Extra time. Zo, kijk even. We hebben gewoon nu 1 minuut over. Dat is heerlijk. Ik had vanmiddag zelfs 2 minuut 30 over. Kijk, dan heb je echt gewoon goede teamgenoten. Niemand gaat achter hem aan. Zijn ze hem vergeten ofzo? Hup, je hebt niveau 20 bereikt. En daar is onze trofee als het goed is. Het ging lekker. Oh, game loopt vast. The player has left the game set. Kijk nou. Nou, ik heb mijn platinum, maar geen verbinding met de host. Je keert terug naar het multiplayer menu. Dit is officieel de gekste match ooit. Maar we hebben wel de platinum. Ik ga het goed afronden voor jullie. We gaan gewoon nog een potje zoeken en jullie, ja, gewoon even afsluiten met de Road to Platinum, want we hebben hem nu platinum. Ik zie wel dat ik nu weer bij iemand zit die level 4 is. Dus dat is dan wel weer kut. Het kan zijn dat hij heel goed is. Het kan ook natuurlijk bagger zijn. Oh, ik moet wel even weg hoor. Schiet alsjeblieft op, ik moet mijn assassin kiezen. Game, laat me niet in de steek. Ja, ik kan het afsluiten. Phew, oké. Nou, dat is in ieder geval gekozen. Oh, maar dit is toch wel echt een badass assassin. Dan gaan we even synchroniseren. De 25ste platinum is binnen. En als je het zo uitspreekt, denk je, wow, 25 platinum, dat is best veel. Voor een onschuldig Nederlandertje. Want als je toch ziet wat sommige leveloze mensen aan het doen zijn. Zitten ze bij hun 100ste of 200ste platinum. Geen vrienden, alleen maar games. Gewoon 3 keer dezelfde game platinum. Alleen dan verschillende versies. De Chinese versie, de Amerikaanse versie en de Europese versie. Nee, dat is cool. Nee, dan ben je echt een badass. Dan kan je wel zeggen dat je Red Dead Redemption op 3 verschillende manieren platinum hebt gehaald. Nou, wauw. En mijn character loopt ook gewoon, hè. Het is een soort automatische piloot. Daar is hij, de platinum van Assassin's Creed 3. 25 platinum. Nou, daar hebben we alles voor gedaan. Nee, maar het is natuurlijk wel leuk, ook als je al die dingen synchroniseert. En het op sites komt te staan. En ik doe het nu voor mijn YouTube kanaal, dan is het wel echt weer leuk om te doen. Waarom doet hij niks? Hij of zij? Het is level 4, maar het doet echt niks gewoon. Vet sneu. Ik ben alles alleen aan het doen. Nou hoop ik, dit is in ieder geval het laatste potje dat ik speel, dat dit in ieder geval wat wordt. Iets interessants om naar te kijken en dat deze speler het ook een beetje kan. Anders hebben jullie echt pech. Dan upload ik heel misschien nog wel eens een ander partje van de multiplayer. Maar ik heb platinum, dus ik ben klaar met die game. Ik heb zoveel gedaan dat ik gewoon nu denk van ja, oké, klaar. Ja, sequence reached. Heel leuk, maar ik wil teamwork met hem samen. Want hij loopt alweer achter mijn kont aan. Oké, gekilled. En weer loopt hij achter mijn kont aan. Available.
player has joined the game session. Oh, dat is wel nice. Er is nu een nieuw player bij. Dus dan zijn we met z'n drieën. En hij snapte dat het synchroon moest. Dus dat gaat al de goede kant op. 600 punten. En ook nog eens 300 erbij. Op deze manier gaat het natuurlijk snel. En dan bereik ik ook makkelijk die level 20 even. Want dat moet toch wel gehaald worden. Ja, nou dan ben ik niveau 20. Dat ben ik nu alweer. Oh, ik moet ook nog even een natrapje geven. Even tegen zijn kopje aan. Zo. Ja, 30 seconds remaining. Oh, ik kan hierheen. Dan heb ik extra tijd. Waar is de derde speler? Oh, die komt er waarschijnlijk bij een nieuwe sequentie. Is hij nou echt zo dom of gaat hij gewoon niet achter zijn target aan? New targets available. 10 seconds remaining. Gaan we het halen? We gaan het gewoon niet halen. Wat slecht. Ik tref het echt totaal niet. Net gewoon voordat ik ging opnemen dacht ik, nou, ik haal het even totdat ik level 19 ben. En dat was ook gewoon weer een goed potje. Sequentie 23, maar goed. Jullie hebben geen top gameplay gezien. Maar ja, ik heb de trofee gehaald. Ik ben nu level 20. Ik heb platinum. En ik bedank jullie voor het kijken naar deze serie. Het was leuk om weer een platinum te halen, want het is lang geleden. En nou, dit is dus mijn 25ste. Ik denk dat de eerstvolgende... Ja, wat wordt de eerstvolgende? Geen idee. Jij wilde toch iets doen? Wilde ik iets doen? Ja, je vroeg laatst mij welke gaan we doen. En toen hadden we het over iets. Dacht ik, nou wie weet, wil je iets? We hadden het ook over SSX. Nee, joh. Wel, ik ben het wel over gehad. Nee, ik denk echt niet aan zo'n game. Daar ga ik geen serie van maken. In ieder geval, Frankrijk en Redemption. Nou, er zijn ook nog wel meer games hoor, jongens. Ik weet niet welke over Dan gaan we goed komen. Laat ik gewoon de game afsluiten. En naar mijn trofeeënlijst gaan. Dan kunnen we kijken wat we gaan doen. Nou, als deze platinum, daar zit ja, toch wel 2 weken bijna non-stop werk in. Mm-hmm. Lekker veel uur. Behaal alle trofeeën. Gehaald op 16 januari. Goed begin van 2014. Ja, en toch wel de kutste trofee was spelliefhebber, oftewel original gamer. Gewoon een kut trofee. En wat heel kut begon, maar uiteindelijk nog heel leuk uitpakte... was deze. Zoek alle pivots en synchroniseer de animus met de cloud. Het was echt heel raar om dat te doen. Maar die was ook wel een beetje geglitcht. Hij was wel een beetje geglitcht. Had ook weer met netwerk te maken. En gewoon dat je gebruik maakt van Ubisoft servers tijdens de singleplayer is gewoon, ja, kut. En als je ziet dat ik al op 51% zit van deze game. Ja, dan heb ik deze ook platen. Want hierbij zijn ook nog de percentages van de DLC gerekend. Dus... hier kan ik ook mee aan de slag gaan. Kijk maar, hier heb ik ook al echt veel trofeeën voor. En ik moet er nog zoveel die makkelijk zijn, maar die is gewoon expres heb uitgesteld. Omdat ik weet dat ik er een Road to Platinum serie van ga maken. Dus ja, dat gaat goed komen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En laat sowieso je mening achter, like je. En dan zien we jullie terug in de eerste volgende video die ik maak. Later.